Beste ajax um, welkom bij Ajax TV en uh, bij de nieuwe rubriek Boogschieten. Um, ja, er zijn via de website ontzettend veel vragen binnengekomen. Uh, die liepen behoorlijk uiteen. Uh, vragen natuurlijk van uh, hoe bevalt het nu uh, tot dit moment bij Ajax? Uh, over de stoeltjes in het stadion, over de kaartprijzen. En uh, ik moet zeggen dat de naam die ixtv bedacht heeft voor dit programma boogschieten, dat jullie dat in ieder geval eer hebben aangedaan, omdat het echt ontzettend veel vragen zijn die op me afgevuurd zijn. En ik denk dat ik dan ook maar snel een begin moet maken om de mails erbij te pakken en jullie proberen in ieder geval antwoorden te geven op al die vragen die er geweest zijn. Um, de eerste vraag. En af en toe zul je mij mijn bril zien opzetten omdat ik het anders niet goed kan lezen. Um, maar de eerste vraag komt van Richard Dekens, 15 jaar uit Maastricht. Wat is nu eigenlijk de moeilijkste keuze geweest tot nu toe uh, sinds u bij Ajax bent? En ik moet eerlijk zeggen uh, Richard, maar ook vooral andere mensen. Ik denk dat de allermoeilijkste meer is geweest voordat ik bij Ajax begon dan tijdens dat ik bij Ajax zat. Dan heb ik gewoon de keuze om een baan als deze aan te nemen uh, en een club als Ajax te gaan leiden. En, en tijdens mijn periode hier in dit jaar ja, is, is zijn elke keuze is een keuze. En heb ik niet één die moeilijker is dan de ander? Dus tot nu toe kan ik roepen dat mijn allerbelangrijkste keuze lag voordat ik hier begonnen ben. Vraag, volgende vraag. Um, daar hebben we een aantal vragen die we gecombineerd hebben. Zo vroeg Pierre van Giezen waarom bij sommige wedstrijden de prijzen zo hoog zijn. En met name wedstrijden die anders toch niet uitverkocht raken. Het mooiste voor een voetbalclub is als het stadion helemaal vol zit. Maar we moeten goed beseffen dat we zo'n 40.000 ruim seizoenskaarten hebben. Uh, die mensen die gewoon de normale prijs hebben betaald. Dat als je kijkt naar nou gemiddeld er toch zo'n 6, 7. En zeker belangrijke wedstrijden zijn we gewoon uitverkocht. Maar gemiddeld zo'n 6.000, 7.000 andere kaarten verkopen. En als je dan op het moment dat je niet uitverkocht bent, dan prijzen gaat verlagen. Is dat niet eerlijk tegen al die mensen die, uh, die de normale prijs hebben betaald? Toch zullen we blijven proberen, en dat zie je nu ook bijvoorbeeld bij de bekerwedstrijd, dat als daar minder kaarten verkocht zijn, dat we acties doen om mensen met kinderen in het stadion te krijgen, scholen in het stadion te krijgen en daar bepaalde voordelen acties aan te hangen om zo toch het stadion verder te vullen. Maar het blijft een moeilijke en ieder wedstrijd weer het balanceren van wat kunnen we wel doen, wat kunnen we niet doen, omdat je natuurlijk te maken hebt met het respecteren van de mensen die het gewone kaartje gekocht hebben. De volgende vraag is van Bert Koring. En die, die, ik denk ook een hele goede vraag. Van hoe denkt u op korte termijn de financiële tegenvallers op te gaan lossen zonder seizoenkaarten te verhogen? Dan moet ik, moet ik daar een aantal dingen wil ik wel over kwijt. De seizoenkaarten verhogen doen we niet zomaar en zeker niet om financiële tegenvallers op te vangen. Wat we gedaan hebben is gekeken in Nederland van hoe staat nu onze prijzen ten opzichte van alle andere clubs in Nederland... En daarbij zagen we dat we met name in de lage regio's lager zitten dan alle andere clubs. Lager zeker dan de topclubs. Dus we zullen daar een aantal stappen in maken om op een gelijk niveau te komen. In de hogere eens liggen we ongeveer gelijk met andere topclubs, dus daar zullen we niets aan doen. Dus wat we proberen is altijd te kijken naar wat is gewoon in Nederland, waar liggen wij als Ajax als gemiddelde, en proberen daar een soort benchmark op los te laten. Ik vind ook dat prestaties eerst geleverd moeten worden. En daarna kunnen we wat met prijs doen. Maar het zijn wel dingen waar we constant rekening mee houden. En proberen er ook de juiste prijzen aan te hangen. Maar het geeft aan dat er nogal wat flexibiliteit zit. En natuurlijk, nogmaals, als de prestaties daar weer zijn. dan kunnen we er ook iets met de prijs doen. Maar dus nooit om een financiële tegenvaller op te vangen. Het kan niet zo zijn dat wij roepen: Nou, wij doen het niet goed. Dus dat geld gaan we even halen bij de supporters. Dat is absoluut niet het geval. Ga ik door met de volgende. Deze is van Mannix van Wingerden. Um, en die vraagt van, is er niet meer te doen om er nog meer een Ajax-stadion van te maken? En natuurlijk, en ik weet ook dat heel veel supporters dan vragen, de rood-witte stoeltjes in het stadion. Um, en ik moet zeggen, dat als je kijkt naar het afgelopen jaar, dat ik vind dat er al heel veel gebeurt aan sfeer in het stadion. Dat hebben we natuurlijk geprobeerd met het verplaatsen van een aantal supportersvakken. Je ziet de sfeeracties, met name gedreven door de supporters. Ben ik ben daar ontzettend trots op, want het is een feest om in het stadion te zijn. Dat het nog meer kan, dat is duidelijk. Maar dan kom je ook op een aantal ja, financiële dingen, bijvoorbeeld stoeltjes rood maken en rood-wit maken. Dat is zeker iets wat in onze plannen zit. Maar we hebben nog stoeltjes. Er staan nog steeds 55.000 stoeltjes in de arena waar iedereen op kan zitten. En die gooi je niet zomaar weg. Als je kijkt naar de perstribune. Dat de perstribune uitgerust is. Niet meer met blauwe vlakken, maar dat het keurig een rood en twee strepen aan de zijkant wit. Dus zoals ons, uh, onze shirt ook is. Dus we proberen op elke plek daar waar we kunnen die sfeer te verhogen. Dat heb je ook gezien aan de tribunes. Uh, waar we het afgelopen jaar al en dit jaar weer de grachten zoveel mogelijk dichtbouwen. Om toch dichter op het veld te zitten en die sfeer nog verder te vergroten. Nou, ik denk allemaal dingen die gebeuren. Maar ja, het blijft ook hier weer een afweging tussen uh, het, het rendement wat je erop maakt en de investering die je doet. Maar in mijn ogen is de sfeer in het extreem verbeterd het laatste jaar. Met name natuurlijk dankzij jullie ook als supporters die daar gewoon een hele grote bijdrage in leveren. Nou, dit was dan zeg maar, de eerste keer boogschieten. Uh, ik hoop in ieder geval dat ik uh, antwoord op jullie vragen heb kunnen geven. Blijf lekker schieten. Ik zal iedere keer proberen een aantal vragen eruit te halen en die weer toe te lichten en daar de antwoorden op te geven. Het is aan jullie om de vragen te stellen. Het is aan ons, aan mij, om de antwoorden aan jullie te geven. Ik vond het ontzettend leuk. Ik was ook blij, verrast, met de enorme hoeveelheid vragen die er waren en ook de uiteenlopendheid van de vragen. Dus nogmaals, dank voor die vragen en graag tot de volgende keer. Dankjewel.